Goedemiddag allemaal en welkom bij deze stilte intro van Flippen. Ik ga het spelletje opstarten. Het is een spelletje van Nienwezen. Die had hem gemaakt, zover dat ik heb begrepen. En die had mij gevraagd of ik er een video over wou maken. Dus laten we maar gewoon starten. Nou, Made with Unity. Nou, dat is alleen maar leuk. De muziek is al wel een catchy en er zit allemaal voor je op een webcam, en excuus daarvoor. Maar dit is een spel die heeft Nienwezen gemaakt. Daar is hij heel lang mee bezig geweest. En hij is vandaag te bekrijgen op Android en smartphone, iPhone, tablet, PC. Ik zal de link sowieso in de beschrijving zetten en natuurlijk op Google Play Store, als ik me niet vergis. Nienwezen, daar verkeerd mee uitspreek. Corrigeer me daar dan gelijk eventjes mee. Ik heb geen idee hoe dat het wel gaat werken. Ik zie je level 1 en wat moeten we doen? Tap to flip. Tap. Oh, ik moet klikken met de muis. Oké. Oké, rood is dood. Rood is niet goed. Dus ik moet gewoon klikken om te flippen. Oké, en dan die paarse dingetjes te pakken. Tap to flip. Oh, dat is het einde van het level. Oké. Next level. We gaan gewoon door. We gaan gewoon kijken hoe ver dat we kunnen komen. Ho, 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 ho. Oké, actie. Het is wel fijn dat je dit eigenlijk gewoon ook zo op de PC kan spelen, want ik ben niet zo'n Android gamer. Maar oké, laten we het gewoon nog een keer doen. Dit is eigenlijk best wel een... Oh, er zat daar een middelste... Oké. Dus even wachten, ik moet hier al even mijn muis even vrijmaken. Ik heb hier allerlei stuff, want ik was aan het voorbereiden op Final Fantasy. Het kikkerlevel daar. Dus, maar goed, het is dus, je moet dus... ik heb dat blokje gemist. Ik wil dat blokje. Retry. Nee, ik eis dat blokje. Dus, oké. Go, go. Ja! 10 punten. 10 punten, denk ik. Dus, muziek is eigenlijk best wel leuk. Het is een beetje ontspannend. Next level. Oh! Oké. Ze maken het wel een stuk moeilijker. Dat is wel mooi. Dus... Oké, ik level weer. Dus op de tablet neem ik aan dat je gewoon... Op de tablet neem ik aan dat je gewoon op je scherm moet klikken. Dat gaat sneller. Je leert zoals dat je speelt. Dus, het loopt eigenlijk best soepel. Dus ik heb geen frame drop of iets. Oh, bewegingsplateautjes. Dus alleen ze mochten de difficulty wel iets sneller... Nou, ik ben een kritiker, hè. Ik moet altijd wat te zeuren hebben. Ze mochten de difficulty wel iets sneller opvoeren, want deze levels gaan behoorlijk snel. En we zitten al op level 9. Dat was gewoon mijn fout. Maar we zitten al op level 9 en het had wel... Ja... Ik bedoel... Dat je in midden-air niet kan flippen, dat is... Ik wil dat ding hebben. Wat is dat blauwe ding eigenlijk? Waarom hebben we nou 2? Vertelt hij soms wat ik moet doen daar of zo? Vertelt dat blauwe ding waar ik naartoe moet gaan? Kan ik dat uitzetten? Oké, we volgen gewoon de blauwe ding dan. Hoi, blauwe ding. Ja, maar dat ding dat beweegt! Nee, ik wil dat blokje. Het maakt mij niet uit wat het spel zegt. Ik wil dat blokje, bedorie. Dus, ik ga jou pakken. Ik ga die blauwe gewoon pakken. Ik ga je achterna blauwe. Ik ga je pakken blauwe. Oeh. Waarom kreeg ik nou een hulpje? Een hulpje is nergens voor nodig. Oh, dat was wereld 1. 10 purples. Wereld 2. Oh, wereld... Level 11. Oké, nou is die blauwe er niet. En waar staat? Oh, speed boost. Oké, dat zijn speed boosten. Oké. Hey. Ik ben goed in dit spel. Ik vind het leuk. Het is jammer dat ik niet gewoon op enter kan drukken. Dat was wel makkelijk geweest. Maar goed. Ik wil het niet te pakken gaan krijgen. Ik kan gelijk hier en dan. Oh. Had hem wel. Lijkt een beetje op de bandages die je had in Super Meat Boy. Oké, dan hier naar beneden. Snelheid hoeft niet per se. Ik bedoel, er is geen tijdslimiet op iets dat zegt van hoe snel dat je een level moet halen. Dus tot ze de blauwe erin hebben zitten. Oké, ik heb hem gehaald. Tot ze de blauwe erin hebben zitten maakt het een beetje uitdagender. En ik moet zeggen, dit komt hier best wel goed gedaan nu op dit moment. Oké, maar het is niet van de screen af.
Ik ga alles pakken wat ik te pakken kan krijgen. Flip. Van dit spel ga je niet trippen, van dit spel ga je flippen. Wat moet ik nou? Wat wil ik die te pakken krijgen? Oh, dat moet echt een nieuwe zijn. Ik ga misschien te gewoon... Nee, dat werkt ook niet. Weet je wat, ik ga dan gewoon van bovenaf en dan op het laatste. Nee, dat werkt ook niet. Moet echt snel zijn. Dus je moet die snelheid maken. Oké, okay, snelheid, snelheid. Spring! Ik wil een blokje. Maakt mij niet uit wat iedereen zegt. Ik wil een blokje. Juist! Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat het doel is van die blokjes. Nou gaat het wel een beetje op snelheid. Dat je echt wel snelheid nodig hebt om zeg maar op tijd bij... Ah, kom op! Dat is gewoon gemeen. Maar nou is snelheid wel belangrijk om dus op tijd... bij het einde te komen, omdat dat sluit zich in daar ofzo. Oké, okay, nou hebben we tot nu toe nog steeds alle blokjes en dit gaat heel erg snel! Oh, we hebben weer een tutorial doodle. Waarom skipt die blauwe doodle de hele tijd? Ah, come on. Blauwe doodle, je bent een watje. Je bent een watje. Echte mannen gaan voor de paarse blokjes. Wow. Ik heb een paars blokje, jij niet. Oké, maar dan krijg je dus alleen maar op het einde van de wereld. Ik denk dat ik een beetje zo de hele... Ben ik al op het helft van het spel of zo? Even kijken hoor. Dus... Collect 25 purples. Nou, ik... Oh, dat maakt meer level open. Oké. Okay. Wereld 3. Dus de purples die maken de level open. En dit is slowdown. Okay. Oh, wacht eens eventjes. Wacht eens eventjes. Ik denk dat ik nog een paar levels doe. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind het leuk om te doen. Oké, okay, dus even... Omhoog. Hier naar beneden. Hier omhoog. Hier naar beneden. I'm a ninja. Dat is wel ja, dat is echt leuk. Zijn er ook opties of zo? Volgens mij is dit gewoon. Ik probeerde die nog niet eens, maar goed, maakt niet uit. Ik ben hier goed in. Misschien als ik niks doe. Gewoon niks doen. Gewoon niks doen. Ah, dat mag niet. Oké, okay. Dat is te proberen. Oké, okay, bij de eerste willen we dus niks doen. Dan gaat hij omhoog. En dan willen we weer een beetje snel. Ah, nee, dat mag ook wel. Oké, okay, dan gaan we gewoon weer omhoog. Dan gaan we weer omlaag. Voilà. Het is leuk. Het is leuk om te doen. Dus... Ja. Ik moet... Nee, ik wil een blokje. Oh. We moeten hier wel snelheid maken. Ik wil dat blokje. David. Dan ben ik te langzaam. Ik snap deze logica niet. Ik wil dat blokje. Hem ook nog. Oké, okay, dus. Yeah! Oké, okay, ik denk dat ik het daarbij ga laten, jongens. Want anders ben ik ook daar het hele spel laten zien. En dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Die levels waren echt helemaal geweldig. Ik heb eventjes mijn camera geswapt, omdat ja, anders zat ik de hele tijd voor het poppetje heen. Hè. Dus ik wil nog één ding doen voordat ik wil afsluiten. En dat is heel eventjes survival. Als je 25 purples hebt verzameld, kun je survival doen. Dus laat ik eens heel eventjes kijken hoe survival werkt. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Oké. Okay. Je krijgt dus een metertje te zien. Oké. Kijk hoe ver ik kan komen. Oh. 427. Ik moet dat beter kunnen. Oké, dus het beste speelt het eigenlijk zeg maar op... Het beste speelt het natuurlijk op de tablet of Android, omdat je dan op je scherm moet klikken. Ik speel dit nou dus zeg maar dat ik op mijn muis moet klikken en dan doe ik dus flippen. En ja, het is echt zo gezellig. Kom op, ik wil een hoger score. Waar staat die? Oh, dat is mijn high score, die 0. Ah, oh, nee, kom op, ik moet toch... Oh, 655. Ik wil 1000, op zijn minst. 1000. We kunnen dit. We kunnen dit. Ik zeg dat we dit kunnen.
Ik zeg dat we dit kunnen. En we gaan het ook doen. Dus, oké, kom op. Concentratie. Concentratie engaged. Ik was te vroeg. Oh, verdurie. Oké, nou, we gaan alle kinkyheid gebruiken die we in ons hebben. Ik zei kinkyheid, niet leemheid. Kom op. Kom op, we kunnen dit. We kunnen dit. Kom op. Oh, dit spel is gewoon geweldig. Als je dit eenmaal hebt unlocked. Oh mijn god, dit uren plezier dit. Serieus. Dit is echt 10 keren leuker dan Flappy Bird. Flappy Bird heb ik trouwens zelf nooit gespeeld. Omdat serieus, vond geen drol aan. Dit is geweldig. Deze muziek. Kom op. 662, ik wil de 1000 halen. Oh, sommige van deze jumps zijn zo tricky. Tricky, tricky, tricky. Ja, laten we er recht in duiken. Waarom ook niet? Oké, ik ga nou volledig concentreren. Ik denk nou, maar hij verandert het toch elke keer. I'm doing it. I'm doing it. Kom op de 1000, we kunnen dit. Oh, kom op. Ja, we zitten op 1000. We zitten op 1000. Ja! 1137. Laat weten of jij die score kan verbreken als je Flipper speelt. Ja, sorry jongens. Ondertussen ben ik gewoon nog steeds aan het spelen. Ik weet het. Ik wou net eigenlijk aan het afsluiten van de video, maar ik kan het gewoon niet laten. Maar goed, dit spel is gewoon geweldig. Ik heb de 1000 gehaald. Daar ben ik al heel erg trots op. Ik probeer hem nog steeds te verbreken. En dat doe ik... Misschien nu? Misschien? Kom op, kom op, kom op. Oh, heb ik hem verbroken? Ja, ik heb hem weer verbroken! Oh, dit spel is gewoon geweldig. Oké, ik heb de link in de beschrijving neergezet. Er is een PC-link, er is een Apple-link. En voor Android moet je gewoon in Play Store moet je gewoon zoeken naar het spel Flippen. Zover ik heb begrepen, het spel is $2. Geloof ik. En ja, het is... Als je eenmaal die Endless Mode, als je die Survival hebt, dan blijf je gewoon doorspelen. Dus het is wel leuk dat ze eerst een tutorial eigenlijk geven van eerst die paarse blokjes verzamelen. En daarna mag je kijken hoe ver dat je kan komen. Dus ik hoop dat jullie deze score kunnen... Ja, dat jullie deze score kunnen verbreken. Dat zal wel heel erg leuk zijn. Dus ja, ik dank jullie naar het kijken van deze video. Links staan in de beschrijving. Yinwei is echt een geweldig spel. Ik geef hem een... Triforce met een Navi ertussen doorheen. Samen in combinatie met de Master Sword. Gewoon totale awesomeness. Totale kinkyheid, zoals jij het zou zeggen. Dus kinkyheid. Ja, het blijft gewoon wat. Dus het was mij, Zelda Player. Niks, het is mij, niet wezen. Ik zeg dit keer, het is mij, Zelda Player. Ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Niet wezen, heel erg bedankt dat ik dit spel mocht spelen. Ik wapper heel veel met mijn arm, ik weet het. Heel erg bedankt dat ik dit spel mocht uitproberen. En ja, ik hoop dat we meer kunnen verwachten. Want dit is gewoon geweldig. Dus ja, heb je nog vragen over dit spel? Laat het weten in de reacties. En laat een like achter natuurlijk als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Niet in wezen, nogmaals heel erg bedankt. En ja, ik moet nou gaan afsluiten. Doei! Ik ga mijn highscore verbreken!